boos, kampioen. Ik verdien het. Ismail heeft mij zijn verhaal toevertrouwd en daarin is hij heel open geweest en heeft hij de fouten die hij gemaakt heeft in het verleden allemaal willen benoemen en het verschil getoond met hoe hij nu in het leven staat. Het gaat vooral over een gast die in het verkeerde milieu terechtkomt en zich daaruit bokst eigenlijk. Ik heb diep gezeten, ik heb veel slechte dingen gedaan, maar vandaag ben ik goed bezig. En als ik die boodschap kan geven aan de jeugd, aan mensen die worstelen dreigen, daarvoor doen we het. Het was eigenlijk een eer om van een gedehumaniseerde figuur in de media terug een mens te kunnen maken. Dus dat vind ik wel cool. Als je vindt dat je niet goed bezig zit, los het dan op. Maar je moet mij niet zeggen dat ik in zonde leef. Film van maat, zo'n keer een handsfilm op en top. Ik vond het een geweldig, goed geacteerde film. Ongelooflijk intens verhaal eigenlijk. Graaf film, doof film, sterk werk van Nabil. Echt een goede film. Een beetje schrijnend dat hij blijkbaar sinds Image geen hoofdrol meer heeft gehad. En dat duidelijk verdient, wat je hier ook weer al ziet. Ik ben altijd blij als je naar iets gaat kijken bent en dat je oprecht kunt zeggen van het goed. En dat je niet moet gaan wegsteken voor reporters lijkt jij. Shots, heel veel snelheid in de film en heel toffe muziek, dus ik was aangenaam verrast. Cool, heel cool. Ik vond het een mooi verhaal, zeker als je dat weet dat het echt gebeurd is.